Jan, de jam sessie zit erop. Ik had de indruk dat, dat Letland en Denemarken het enorm naar hun zin hadden vandaag. Ja, ik heb ze, na afloop heb ik ze ook gesproken. En ja, die vonden dit net zo leuk als wij. En ja, op zo'n manier leer je ze echt beter kennen. En het is mooi om te weten dat, dat dit ook gewoon echte muzikanten zijn die ook gewoon hun liedje graag akoestisch spelen. En dat deden ze ook. En dit is eigenlijk leuker dan de officiële feestjes van alle landen apart. Gewoon lekker met z'n allen muziek maken. Lekker muziek maken, lekker mekaars liedje zingen. En volgens mij is dat nog niet vaak gebeurd op die feestjes, die Eurovisie feestjes. Yeah, how long must you wait for me? Yeah, how long must you wait for me? Na vandaag voel ik het in ieder geval niet meer als concurrentie. Ik vind zijn stem wel ontzettend goed. Hij heeft een hele mooie, lage, stoere rockstem. Ja, ik vind hun liedje vind ik wel van een ander genre eigenlijk. Want wij hebben meer een popliedje en bij hun is het meer dance-achtig. Ja, of dat concurrenten zijn, het zijn jongens. En ik kan daar verder weinig zinnigs over zeggen. En dan hebben we ook nog Letland, die gooien het over een iets andere boeg. Die gebruiken er een rapper bij. Hebben we nog niet vaker gezien bij het Songfestival. Denk je dat zoiets kan scoren? Ik denk het wel. It's simple, like you and I. Just spread your wings and learn to fly. I must be one lucky guy with a girl like you right by my side. No sweat, I'ma do this right. Bring the moon to the moonless sky. Yeah, see the stakes are high, but the story ends with no goodbye. Girl, I'm quiet. Hello? Omdat het toch wel iets origineels is. Weet je, volgens mij zijn ze de enige act met een rapper erbij. En die jongen die doet het ook nog eens een keer goed. Dus, en ook daar ja, kun je weer niks over zeggen. Want het zijn 150 miljoen mensen. En zijn het alle soorten mensen? Vinden die rap mooi? Je weet het gewoon niet. We zitten hier nu 2 dagen. Ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik ervaar het wel als een circus waar je in terecht komt. Hoe beleef je het tot nu toe? We zijn natuurlijk de hele dag bezig met schema's, interviews, feestjes. Dan komen er weer mensen op bezoek. Ik heb wel de hele tijd in mijn achterhoofd van wat gaan we nou weer doen? En tussen de bedrijven door probeer ik dan toch wel te beseffen dat het wel een soort vakantiegevoel moet zijn. Dus ik probeer wel te genieten even tussen de dingetjes door. En als je dan s'avonds met je vriendin in bed ligt, heb je het dan over zo'n dag? Ja, maar niet te lang, want gisteren, afgelopen dag toen was ik echt helemaal op. Dus toen heb ik wel geprobeerd om zo snel mogelijk in slaap te vallen. En dat ging ook heel goed. Gisteren hadden we echt een prachtig feest, kan ik wel zeggen. Het feest van Nederland hier op de boot. Er waren een heleboel inzendingen die hier kwamen optreden. Is het nu zo dat jullie als de 3J's ook naar al die feestjes gaan en ook constant overal gaan optreden? Wij gaan wel een aantal feestjes af. En we werden ook gisteren uitgenodigd door heel veel deelnemers of wij op hun feestje willen komen kijken. Maar... Er is niet de tijd om naar alle feestjes te gaan. Bovendien moet ik uitkijken, want op die feestjes staat de muziek hard, ga je boven de muziek uitschreeuwen. Dat is niet goed voor mijn stembanden. Dus wat dat betreft wil ik graag een beetje voorzichtig zijn, maar aan de andere kant is het wel zo aardig als je ook op andere feestjes je gezicht laat zien. Maar ik weet ook wel dat dit feestje niet meer overtroffen wordt. Waarom denk je dat? Nou, ik heb een aantal mensen gesproken die komen al 15 jaar op feestjes, op Eurovisiefeestjes. En die zeiden echt dat dit het allerleukste feest was van de afgelopen 15 jaar. Dus dat is nogal wat. En heeft dat dan te maken met de boot waar we op zitten? Of... Ja, dat heeft gewoon te maken met deze entourage. Die andere feestjes zijn ook, ik weet niet precies waar die gehouden worden, in het hotel misschien of in discotheken. Maar hier kan natuurlijk niks tegenop. En dan hier aan de kade, zo met die trap hier, met alle toeristen die erbij kwamen kijken, was gewoon helemaal af. Je zou bijna denken dat we op vakantie zijn, hè? Ja, maar het is wel hard werken, hè? We zijn gewoon aan het werk.
klopt. Vandaag wordt het Eurovisie Songfestival officieel geopend. En dat gaat gepaard weer met een feest. Wat moet ik verwachten vanavond? Ik weet het niet, want ik dacht eerlijk gezegd dat het gewoon hier, dat we de kade op konden lopen en dat het dan daar te doen was. Dat is dus helemaal niet waar. We worden opgehaald met een bus en we worden ergens anders heen gebracht. Ik heb ook de opdracht gekregen om me alle chicste pak aan te trekken. Nou, daar hou ik wel van, dus ik hoop wel dat het inderdaad een chic feest wordt. En voor de rest nog spannende dingen op de planning voor aankomende week? Of leef je gewoon per dag en je hoort wel wat je moet doen? Het is erger nog, ik leef per uur. Ik ga zo meteen na dit interview met jou ga ik weer naar de kamer. Ga kijken in het boekje wat er nog meer op de planning staat voor vandaag. En zo gaat dat dan morgenochtend weer. Het is hectisch, hè? Het is heel erg hectisch. Maar ook erg leuk. Zo leuk mogelijk gaan we het maken. Oké, Jan, ik ben heel benieuwd hoe je er vanavond uitziet. Ik trek ook mijn paasbeste pak aan. Wat trek je aan? Nou, ik heb een leuk zwart glimmend pak. Dat trek ik aan. Ik denk, daar wil ik jouw mening wel eventjes over horen. Ik denk dat ik die er gewoon onderaan hou. Ik vind deze schoenen heel mooi. Weet je, ze zijn nieuw en dan met een onder een zwart net pak. Volgens mij staat dat vrij hip. Ja, dat kan. Dat kan. Ja. En dan heb ik er een wit overhemdje onder met losjes zo'n zwart stropje. Weet je, ja, zo'n... Het stropje moet niet helemaal recht, moet altijd een klein beetje scheef. Ja, maar het is ook zo'n enkel stropje. Weet je, zo'n jaren 60 stropje. Ja, dat is chic. En dan de haar gewoon... Op het is. Dat haar, dat kan zo ook gewoon al. Ja, toch? Wat trek jij aan, Jan? Ik heb een paarse, hele mooie getailleerde jurk. Met een blote rug. Met een strapless BH. En een leuke pumps eronder. Ja, hele hoge hakken heb ik. Het is een beetje moeilijk lopen, maar ga het gewoon proberen. Maar we hebben nog 2 uurtjes, dus ik zou zeggen de karmazet kan erin, toch? Ja, ik ga nu de krulspelden zetten. Tot zo, Jan.